allemaal, we zijn nu in de schooltuin van de Leonardo School. Schooltuin Het Groene Hart, waarvan we 8 scholen hebben die meedoen in Eemskerk met het schooltuinenproject. In dit moment zijn we dus bij de Leonardo School om te kijken hoe het hier gaat. Gaat het hier goed, plant opa? Ja hoor, heel goed. Ik ben druk bezig met tomaten aan het dieven. Oké. Ze staan hier ook lekker in het zonnetje. Heerlijk, hè? Wat zijn jullie aan het doen? We zijn de aardbeien aan het kijken, want er komen ook vogels en die eten ook de aardbeien op. Ik zie inderdaad dat ze het al heel goed doen, hè? Ja. Ik zie er ook erg lekker uit. Ja, zijn het echt vogels? Vogels? Ja, want er zit nog geen kas op, dus nu komen de vogels die komen op de aardbeien af. Je zegt een kas hierop? Ja, hier gaan, gaan de planten opa's gaan die de kas opzetten nog. Werken jullie elke week nog in de schooltuin? Nee, vanwege corona kan dat niet meer. Jammer genoeg. Maar waarom mag je dan niet in de schooltuin? Dat weet ik niet. Nou, er zijn hier 2 plantenopa's en die zijn natuurlijk een risicogroep. Dus mogen wij niet meer te dicht bij hun, dus moeten we 1,5 meter houden. Oké. Dus de plantenopa's die gaan gewoon eigenlijk wel door, terwijl jullie er niet zijn. Ja. Waarom doen ze dat, denken jullie? Want anders gaat de tuin er niet echt heel mooi aan meer uitzien, dan dus ziet hij er onverzorgd uit. De schooltuin gaat gewoon door, hoor ik. Ik hoor van de kinderen dat ze niet met jullie mogen samenwerken. Hoe vind je dat? Ja, het zijn de regels, hè, en daar heb je je maar aan te houden. Dus we kennen ook geen bron van ergernis worden hier. Dus we zijn nou eenmaal 60 geweest, dus dan zit je in de risicogroep. En dan moet je je eigen aan houden. Maar jullie hebben er ook voor kunnen kiezen van we stoppen met de schooltuin en we gaan volgend jaar wel weer verder. Ja, maar ja, dat was ook weer zonde natuurlijk, want andere week dan komen die kinderen weer op school en dan staat er weer niks. En dat is natuurlijk ook zonde. En we hebben toch nog kippen, dus er is en er blijft gewoon werk. Waarom zijn we hier? Nou, er was een winactie en dat ging over de nieuwe slogan van de tuinkarren, waar je eigenlijk het eten mee rondbrengt. En die staat daar. Was het een soort wedstrijd? Ja, het was een soort van wedstrijd tussen alle schooltuinen. En degene die de beste slogan had, die kwam op de kar. En dat is onze school geworden. En onze slogan is lekker eten en blijf gezond. Met deze kar breng je alles rond. Bijna al het eten hier wel, eigenlijk al het eten hier, is lekker en het is gezond. Dus ja, dat past er wel goed bij, vond ik. Ja. En daarom vonden wij ook van het Groene Hart dat jij had gewonnen met deze prijs. Plantopa Sjaak Henneman, wat doe jij hier? Nou, ik kom toch eventjes kijken, want ik ben heel benieuwd hoe het gaat met alles. Want er is in 10 jaar veel gebeurd. In de laatste 5 jaar heb je er heel hard aan getrokken. En ik vind dat ik je dit boek mag geven, moet geven, want dat heb ik altijd heel goed gebruikt. Er staan prachtige foto's in. En 1 foto wil ik je laten zien. Dat lijkt een beetje de hand van een van de meest bekende plantopa's. Hij is hier nu net niet bij. Kees Denneman. Hoe je alles doet en hoe je alles verwerkt. En zo doen alle 25 plantenopa's het. Het is een Belgisch boek, maar gebruik hem voor de steeketiketten en voor de instructies, dat je er veel baat bij hebt met de anderen. Nou, dankjewel, Sjaak. Ook heb ik een artisjok voorgetrokken thuis. En dat is een hele mooie plant. Je zei niet alleen sierlijk, maar je kan ook de vruchten ervan eten. Nou, hier is nu is juf Tina er. Misschien kan jij vertellen wat je met de schooltuin doet, juf Tina. Ja, goedemorgen allemaal. Ik kook vooral met dingen uit de schooltuin. Dus dan op woensdag gaan we met de kinderen, met de plantopa's naar de schooltuin. En dan als de courgette bijvoorbeeld goed is in de winter, gaan we courgettesoep maken. En we hebben nu ook knoflook geplant en er waren altijd al uien en prei. En dan halen we dat er allemaal uit, dat oogsten we. En dan maken we het klaar in stukjes en dan ga ik koken en in de klas. En dan gaan we het proeven. En het is altijd verbazingwekkend hoeveel kinderen het ook echt gaan eten. Er zijn er altijd natuurlijk een paar die het echt niet proberen, maar bijna iedereen doet het. En vooral de pompoensoep is erg in trek. En in de zomer maak ik jam en saus van rabarber met aardbeien. En dan hebben we aan het eind van het schooljaar altijd een groot feest. En dan komen de ouders ook. We zijn nu in het kippenhok van de Leonardo School, hè? En wie zijn jullie? Ik ben Anna. Ik ben Inza. En Anna, wat heb jij nou om je middel? Of om je... Dit is een schotje voor de kippen. De kippeneieren, dat ze er niet zomaar uitvallen als je ze bijvoorbeeld in je hand hebt.
Mm-hmm. Oh, dus jij moet je moet eieren rapen en dan doe je ze daarin? Ja, ik raap ze. Jij raapt ze? Nou, laat me zien. Hoeveel eieren zien jullie, meiden? 100, 2, oh ja. Zo, we moeten verder in. Ja. We moeten echt verder in. Laat kijken, laat kijken. Even draaien. En wie heeft dat tasje gemaakt? Even doorzoomen, hij moet even naar buiten. Volgens mij juf Puk ofzo, of juf Tina. Een moeder, denk ik. En waarom hebben jullie... Nou. En dan het gezicht erbij. Er doen 8 scholen mee aan dit project. Dat zijn de Leonardas, de Zilvermeeuw, de Lunette, de Anne Frank School, de Mareel, de Caribou. En volgens mij heb ik ze nu. Heliumare is ook bezig om mee te komen doen. En wie weet zijn er nog meer scholen die dat willen. Maar als we dit willen opzetten bij andere scholen, hebben we natuurlijk plantopas nodig of vrijwilligers. Want bij de Caribou zijn er bijvoorbeeld vaders en moeders die meehelpen. Dus dat is natuurlijk ook heel leuk. Dus mocht je willen aanmelden om te helpen bij de schooltuinen, heel graag. Je hoeft er geen verstand van te hebben, want deze opa's weten alles en die willen je heel graag helpen. Dus meld je aan bij cindy@evelaar.nl.